Sup iedereen, deze is game 2 van een toernooi, Stars War toernooi, het Chinese toernooi, dat gespeeld wordt door verschillende pro's over de hele wereld. Hier in het zuidwesten spant OGS MC als de blauwe protospeler en in het noordoosten spant Liquid Jinro als de rode tennis speler. De map is Tel'Darim, Pieter. Nick, vertel eens een beetje meer over deze map. Ja, dus Tel'Darim, dat is een map die niet is ontwikkeld door Blizzard zelf, maar door GSL. Dus GSL is dat supergroot toernooi in Korea, dus die hebben elke maand dan van die toernooi. En speciaal voor die toernooi hebben ze een eigen map ontwikkeld, namelijk Tel'Darim. Wat kunnen we zeggen over die map? Ten eerste, dit is een zeer grote macro-map. Je kunt zien, je kunt een vrij macro je expo nemen, je hebt ook een derde dat vrij goed verdedigbaar is. Je moet wel eerst de rocks vernietigen, dus dat is voor Zerg vrij ambitant, want ze kunnen niet fast double expanden. Maar hun eerste expand is zeer makkelijk te nemen. Ja. Maar dus op deze map hebben heel vaak macro games. Inderdaad, want de map is echt zo heel groot. En als je dan de hele map wilt checken, zeker nu dat je ziet met OGSMC, met zijn scout, hoe lang dat duurt van om naar één beest naar een andere beest te gaan. En om te zien van, op, daar spawnt hij niet, dus dat zal maar ergens anders moeten zijn. En je ziet dat ze cross-position spawnen, dat is heel ver van elkaar. Dus we verwachten zeker en vast wel een macro-intensief spel vandaag. Een proxy rex of een proxy gate zal niet echt inzitten, denk ik. Nee, want als je dat zelf zou doen, dan zou dat een te lange afstand zijn om je probe of je SV'er naartoe te sturen. En dan buildings nog eens te maken tegen dan zal je vijand wel genoeg manschappen hebben om daar tegen te kunnen gaan. Meestal. Ja, en we zien dan, Jinro zal hoogstwaarschijnlijk voor een fast expand gaan, want hij heeft geen gas. Hij heeft nog geen gas gepakt, dus ik vermoed dat hem smiet en na die rex af is. Probe document, marine en dan gaan we expanden. Ondertussen hier in OGSMC base, dan zien we gewoon een vrij standaard opening, waarschijnlijk Pion 9, 12 gateway. Oh, Willem, ja? Een pro battle. En open is SCV aan het killen. Ja, ik zie het, ik heb het juist gezien. Gaat hem dan nu raad? Oh, nummer 1 is net op tijd. Net op tijd om het kunnen af te halen. Even gered. Inderdaad, dan zou het nog even een little seconde die hebben geduurd voordat die supply depot af kon zijn. En die nog juist op tijd zijn pro eruit kunnen zetten. Ik denk dat SCV nu een taart gaat maken voor die marines. Nou, dat zou wel eens moeten. Dat is maar om zijn leven te redden. En zo. En nu gaat dat expansion er al aan voor Jinro. En hij gaat nu eindelijk scouten met zijn... Met SCV. SCV is nu in de base van MC. En wat ziet hij? Enkel de gateway die wordt gekronenboost. En we zien dat er een stalker onderweg is. Inderdaad. Nu. Gewoon om zo snel mogelijk van die SCV van af te zijn, zodat hij snel zijn eigen beeld kan doen, zodat de tegenstander kan weten wat hem zou kunnen doen. Nu, Jinro is die expand aan het opvolgen met hem nu nog een rex neer te zetten. Dus dat hij dan 2 rex heeft. Dus de vraag wat hij nu gaat doen, ja, nog een derde rex erbij. Dat is vrij standaard. Ik vermoed dat hij hierna dan nog zijn refineries gaat neerplaatsen voor dan de... Beide tegelijkertijd? Of eentje paar. Dus hij is nu al 1 refinery aan het neerzetten. Ik zal even afwachten of we misschien zijn tweede ook al meteen gaan pakken. Ondertussen OGSMC die heeft hier 1 stalker die nu al een kleine push zal komen doen, maar dat gaat een beetje te vergeten zijn, want het is al een bunker met 4 marines. En dan ziet hij de bunker, dus hij zal wel weten dat Jinro is ons fast expand of heeft gefast expand. Nu met die probe had hij dat in principe ook al kunnen scouten, omdat hij nog geen gas had gezien. Ja, en ondertussen is hij nu zelf aan het expanden. Ja. Maar hou liever die probe bij je bij die cel nagetoren om een beetje rondhangen te chillen. Vooral niet te minen of vooral niet gas te doen, want economie dat is helemaal niet nodig. Hij is nu een beetje in de bunker aan het schieten. Ja, niet dat er veel nut gaat hebben, misschien gewoon een beetje irritant te doen. Ja, als elke damage dat hij al kan doen op die bunker is meegenomen. En Jinro is meteen aan het repareren, dus dat zijn toch een paar minerals. Hij heeft enkel maar shields verloren van zijn stalkers, dus... Die regenerate toch vrij schil. Die regenerate toch vrij schil. Techlab onderweg voor een van de rex. En als we kijken naar OGSMC, zijn base, dan zien we dat hij ook nog een paar gateways aan het plaatsen is. Warpgate is juist climb geresearched. Dus hij kan nu al een paar units inwarpen. Dus nog even afwachten voordat zijn Nexus klaar is met zijn expansion. 3 sentries ter verdediging. Gewoon om die heel grote entrance in te wallen met die force fields. Als hij zou kunnen uitdrukken met een push. Maar ik denk niet meer dat dat gaat lukken. Want, dat hij dat niet gaat doen. Want hij heeft ook beide controle over de 2 dichtstbijzijnde bij de tegenstander Zel'Naga-toren. Zel'Naga
torens, ja, maar dat was dus heel hij zou moeilijk ook om te wel zeggen. zien wanneer dat Jinro zou aanvallen. Dat Nu is... zien. Weet Jinro dat MC ook is aan het expanden? Ja, hij ziet het. Maar hij is nu toch een engineering bay aan het neerzetten, dus dat kan dienen voor enerzijds upgrades, maar anderzijds voor mocht MC toch met Dark Templars afkomen, dat hij meteen, nadat we wat scans hebben gebruikt, ook zijn turrets kan neerzetten. Dat. Voor die dan zo snel mogelijk af te knallen natuurlijk. Want je zou liever je energie van je orbital commands kwijt dan mules dan aan scans, denk inderdaad, ik. elke scan dat je moet doen kost je 270 minerals of zoiets. Dus dat is toch vrij duur vergeleken met de kost van een missile turret. Ja, maar Gino wil blijkbaar niet luisteren, want hij heeft net een scan gedaan in de main base van OGSMC en hij heeft 3 warp gates gezien en een robotics facility die onderweg is. Een heleboel sentries voor MC, hij probeert heel veilig te spelen. Beide eigenlijk, ze zitten beide in een volledige macro-modus, tech labs en reactors op hun Anders. barracks. Zie nu, Willy. OGSMC heeft al een Twilight Council gemaakt en is nu bezig met een Dark Shrine neer te zetten. Ah, ah. Die van Jinro zal nog zeker aan pas komen. Sneaky, sneaky, sneaky. Hoe verstopt dus? De scans van Jinro zullen we hoogstwaarschijnlijk niet zien. Inderdaad, want normaal zit je als je zo'n verborgen gebouw houdt voor de teren, als die gaat scannen, meestal in het noorden, niet zozeer dicht bij de mineralen zoals hem daar nu zou plaatsen, maar misschien had hem dat wel geanticipeerd. Dus met zijn stalkers een beetje overal aan het verspreiden over de zeilnagelstorens, zodat hij toch wel genoeg mapcontrole zou kunnen behouden. Ondertussen gaat Jinro uitdrukken met een kleine, ja, een redelijke groep, een redelijk groot leger. En MC ziet ze natuurlijk aankomen. Die probe gaat er zo snel aan, denk ik. Echt wel. Oh, er zijn al Dark Templars uit op de map. Er zijn net 3 gespawnd. Vlak bij de bovenste Xanaga. Ah, en MC is slim en hij splitst meteen. Hij zit er één aan de Xanaga. Eén naar de derde base van Jinro en de andere naar de expansion. Dus wacht, wat gaat hij er nu mee doen? Eén loopt rechtstreeks de main binnen. Ondertussen is Jinro aan het aanvallen. Aan de expansion, maar MC zit goede force field en kan het quasi volledig tegenhouden. Een kleine groep wordt nu afgemaakt, een kleine groep zit vast achter de force field. MC heeft nog een paar Dark Templars in de boven, verdediging. En vanaf dat Liquid Jinro heeft gezien dat er Dark Templars waren, heeft hem zijn troepen teruggetrokken en die heeft al zijn SCV's van zijn mainbase naar zijn expansion gehaald. Maar hij is nu al ondertussen een missile turret aan het zitten die nu wordt afgemaakt door een Dark single Dark Templar. Hij is steeds bezig en die Dark Templar wordt uitgeschakeld. Jammer, jammer, jammer. Maar ondertussen zien we in het noorden van de map, er is een warp prism. Dus die zal waarschijnlijk dienen voor gewoon. Wat zou MC nu inworpen? Warp. Zeker wil ik. Ik zou het niet weten. Misschien een paar sentries. Want sentries zouden wel echt goed zijn nu. Er is al een Dark Templar in de main. En hij is nu de reactor van de reactor van Jinro aan het uitschakelen. En hij heeft hem. Nu is al een heel groot. Heel belangrijk. Want zo'n reactor duurt vrij lang om te maken. Ja. En het is toch wel belangrijk om een goed leger te krijgen. Voor Jinro. En met deze soort druk forceert MC om Jinro zijn leger terug thuis te houden om zichzelf te verdedigen tegen zo'n soort van aanvallen. Dus dan heeft MC ook veel meer vrijheid en hij gaat ineens zijn derde expansion ook, zijn tweede expansion, dus zijn derde base ook al meteen gaan nemen. Dus MC gaat eigenlijk voor de macro game. Hij ziet het volledig zitten. De warprism blijft nog gerustig hangen boven het standbeeld van, well, dat me lijkt. Wat is dat? Een of andere protos. Mereneter, ik moet zien in je kop. Ja, ik zou daar wel graag willen naar kijken, maar er gebeuren ook nog andere dingen op de map. Dat zijn 2 spelers die zwaar op macro zijn. Ondertussen zijn er een heleboel upgrades onderweg voor beide spelers. Speed, legs voor de zealots ook. Ah! Oh, dat zal zeer belangrijk zijn. Amai. Want dat in combinatie met force field is zeer dodelijk tegen een biobal van Terren. Ja. Nu, Prik, ik moet eigenlijk wel zeggen, het is, mijn replay is een klein beetje doorgespoeld. Ik zie het nu aan 14-19. Waar zit u? Ah, dan kan ik even stoppen. Ik zit minuut minder ver, dus ik ga even doorspoelen. Waar zit jij nu? Ik zal nu even op pauze zetten. Ik ben nu aan 14:30. Ja, sorry mensen. We zitten op 2 aparte computers. Via Skype dat te doen. Dus ik ben nu aan 14:30. 3, 2, 1. Ik was aan het denken, die zou wat charge. Ik zei die niet geresearched worden, maar nu inderdaad. Hij is onderweg. Ondertussen heeft MC perfecte map control. Hij heeft 2 observers uit op de map weer.
ook nog allemaal Dark Templars verspreid voor dan Jinro te forceren om telkens scans te gebruiken.